Een goede vraag die we regelmatig moeten beantwoorden. Waarom is er een prijsverschil tussen infraroodpanelen? Als we heel kort door de bocht zouden gaan, is het antwoord heel simpel. De kwaliteit bepaalt meestal de prijs. Wanneer we de vraag stellen waarom een Dacia Logan 6.990 euro kost en een Mercedes E-klasse al snel het tienvoudige kost, zullen de meeste mensen zich geen vragen stellen. Ondanks dat je met beide wagens 120 per uur over de autostrade kan rijden, is er een wereld van verschil in kwaliteit en duurzaamheid. Hetzelfde zien we in de wereld van de infraroodpanelen. Alleen is het voor de consument niet altijd duidelijk waar de meeste verschillen zitten. Om te beginnen heb je natuurlijk de bouwkwaliteit. Deze is meestal wel duidelijk te zien. Hoe is het paneel afgewerkt en zijn er duurzame materialen gebruikt? Hier kan reeds voldoende verschil opgetekend worden. Wist je trouwens dat er infraroodpanelen op de markt gebracht worden die na 3 jaar reeds volledig opgebrand zijn? Maar je hebt ook kwalitatieve panelen die een verwachte levensduur hebben tussen de 25 en de 30 jaar. Dit zijn bouwtechnische kwaliteiten van een paneel. Hier volstaat meestal om zeer scherp naar de buitenkant van een paneel te kijken. Je mag ervan uitgaan dat wanneer een fabrikant hoogwaardige materialen gebruikt, zich dat ook in de levensduur zal reflecteren. Iets moeilijker wordt het om een paneel bedrijfstechnisch te evalueren. Hier bespreken we over wat in het paneel aanwezig is, welke technieken worden er gebruikt en wat is het omgezette vermogen van een paneel. We gaan in deze video niet te diep in over de technische werken van een infraroodpaneel, maar belangrijk is om te weten dat we niet enkel naar het vermogen van een infraroodpaneel mogen kijken. Zo kan een paneel van 730 watt een veel hoger rendement hebben dan een paneel van bijvoorbeeld 2000 watt. Om dit te berekenen hebben we bepaalde formules nodig die later in een technische info zullen gegoten worden. Wil je meer informatie over het prijsverschil en de performantie tussen infraroodpanelen? Bezoek dan onze website www.warmteshop.be en vul een aanvraagformulier in. Wij contacteren u dan zo spoedig mogelijk.